Als je nu een auto of een fietsje verplaatst, er is altijd wel een moment dat je plotseling moet remmen. De vraag is dan, kun je nog op tijd stoppen? Daar gaat het dit keer om. Zeg dat wel, poepoe, nog net op een nipje kunnen stoppen. Maar in hoeveel meter is de auto nu gestopt? Het is geen gewone beweging. De snelheid blijft in ieder geval niet constant. En om dan de verplaatsing te kunnen bepalen, kun je gebruik maken van... Juist, je kunt gebruik maken van een VT-diagram. Immers, als je zoiets tekent, dan kun je door het oppervlak rond te bepalen de verplaatsing te weten komen. We starten eerst met opschrijven van alle gegevens, maar dat laatste laat ik eerst even aan jou over. Druk dus op pauze en ga zelf aan de slag. Schrijf alle gegevens op die je bekend zijn. Het eerste gegeven is de snelheid, dus 54 km per uur. Maar daar heb je natuurlijk niets aan, althans, je moet het niet zo laten staan. Je hebt het meteen omgerekend naar meter per seconde. Delen door 3,6, dan weet je dat 54 km per uur gelijk is aan 15 meter per seconde. In het verhaal staan twee tijden. De eerste tijd van 0,4 seconden is de reactietijd. En de tweede is de daadwerkelijke remtijd. Die twee samen vormen de stoptijd. En die is hier dus 3,6 seconden. Even alles onder elkaar. En hier moet nu een VT-diagram van worden gemaakt. Ach, klik eerst maar weer op pauze om dit zelf uit te voeren. De start is natuurlijk het teken van beide assen. Horizontaal de tijd, met minimaal ruimte voor 3,6 seconden. En verticaal de snelheid, die maximaal 15 meter per seconde is. Let je ook op dat je bij beide assen grootheid en eenheid moet neerzetten. Het startpunt van het VT-diagram is bij 15 meter per seconde. Dat is de snelheid waarmee alles begon. Gedurende 0,4 seconden gebeurt er niets. De automobilist remt nog niet en dus blijft de snelheid tot 0,4 seconden constant 15 meter per seconde. Hierna trapt de automobilist op de rem en neemt de snelheid af. We gaan er even van uit dat de auto mooi regelmatig afremt tot het tot stilstand komt. Het voert dan dus een eenparig vertraagde beweging uit. Voor een VT-diagram hoef je niet per se het beginpunt zo duidelijk te markeren, dus die doen we eventjes weg. Dan nu de afstanden. Net als bij de tijden, waar er twee van waren, kun je ook twee afstanden onderscheiden. De eerste is de reactieafstand. Dat is de afstand die de auto tussen 0 en 0,4 seconden aflegt, de reactietijd. Omdat de verplaatsing gelijk is aan het hier groene oppervlak, is de reactieafstand 6 meter. De tweede afstand is de remafstand. Dat is de afstand die de auto na 0,4 seconden heeft afgelegd, dus tijdens de remtijd. Ook hier vormt het oppervlak weer de verplaatsing en is hier dan 24 meter. Dit betekent dus dat de totale afstand om te stoppen, de zogenaamde stopafstand, bij de afstand opgeteld is. Dus de stopafstand is hier 30 meter. Tot zover. Jij moet nog eventjes in je schrift opschrijven drie zaken. Omschrijf in je eigen woorden wat is reactieafstand, remafstand en stopafstand. Ik reken erop dat je volgende les deze drie onderwerpen in eigen woorden in je schrift hebt staan.